En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben er weer. Oh, ik was dus naar Afrika. Het was echt geweldig. Misschien ook nog een vlog een keer maken. Of een dagvlog of iets. Waarin ik jullie even een update geef. Want het was echt geweldig. Zoals ik net al zei. Maar goed, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is het tijd om heel mijn kamer even op te ruimen. Schoon te maken. En dat doe ik niet gewoon even met een doekje over de basisdingen heen. Nee, ik ga echt diep. Ik heb er gewoon weer helemaal zin in. Ik heb op zolder heb ik nog een hele grote doos staan. En daar zitten ook nog wat zomeritems in. Zoals jullie misschien nu wel weten, ben ik gek op elk seizoen. En het liefst, en dat doe ik ook, decoreer ik elk seizoen mijn kamer weer anders. Dus de zomer komt er natuurlijk ook weer aan. Dus ik dacht, goh, die dingen mag ik ook wel in mijn kamer gaan neerzetten. Dat gaan we in deze video ook gelijk doen. Opruimen, schoonmaken, decoreren. Gewoon alles, de hele mikmak. Heb je zin in deze video en heb jij wat schoonmaak of opruim inspiratie nodig? Blijf dan zeker even kijken. Wellicht kunnen we gewoon gezellig samen schoonmaken en opruimen. Dus vind je dit soort video's leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want er komt nog veel meer leuke opruim en andere content aan. En laten we snel beginnen. Oké, mijn haar is nog even aan het drogen aan de lucht. Ik heb het net gewassen. Maar ik ga gewoon beginnen met mijn kamer. Het is echt een beetje chaos. Voor mij is dit een bende. Ik wil mijn bed lekker wassen. Laten we gewoon beginnen. Oké, plan van aanpak. Mijn bed opmaken. En eigenlijk wil ik het ook gewoon weer even lekker wassen. Heerlijk vind ik dat. Ik heb hier wat dingen liggen. Alles moet gewoon weer even opgeruimd worden. Zoals dit. Dit allemaal opruimen. Doekje eroverheen. Hier liggen nog wat dingetjes. Ja, gewoon even opruimen, schoonmaken. Ook de hal, hier heb ik ook wat dingen van mezelf liggen. De stofzuiger staat klaar, de dweil staat klaar. Dit opruimen, opruimen. En dan heb ik hier de bak met allemaal dingen die ik wellicht nog even kan gebruiken. Om mijn kamer wat meer zomerproof te maken. Ik heb vazen, ik heb deze schel bijvoorbeeld. Nou, dus hier ga ik ook nog even doorheen met jullie. Voor ik ga schoonmaken, eerst eens even alle troepjes en zo wegleggen. Hieronder altijd de boeken die ik lees. Nou, de Hunger Games heb ik allemaal helemaal uit. Dit. Dus het is tijd voor mijn nieuwe boek. Ik heb deze toevallig gekregen van een collega. Ze zei dat deze echt super leuk is. Dus hier wil ik eigenlijk gauw aan beginnen. Ik heb ook nog deze. Ik heb echt nog zoveel boeken om te lezen. Maar eerst ja, wil ik toch wel heel erg graag in deze beginnen. Het laatste deel van de Zeven Zussenreeks. Atlas. Dus hele pil, maar helemaal zin in. Pas net. Tijd om mijn bed nou ja, op te maken, te verschonen, alles. Maar ik heb nog iets mega chills binnengekregen van Emma Sleep. En dat ga ik even openmaken. Namelijk een matrasbeschermer. Ja, zoals jullie wel weten heb ik natuurlijk een matras van Emma Sleep. Mega chill. Maar nu heb ik ook een matrasbeschermer. Is dat ook een samenwerking met Emma Sleep? Als jullie me al een tijdje volgen, weten jullie hoe ik er altijd bij lag. Of nou ja, het is niet gek of zo. Maar ik had altijd een eenpersoonsbed. Op een gegeven moment ging ik naar deze. Dit is gemaakt van pallets. Heb ik ook een video over gemaakt. Ik zal hem hierboven even linken. Maar toen had ik dus een eenpersoonsmatras. Dit is volgens mij, wat is het, 31? Toen sliep ik dan op de eenpersoonsmatras met nog wat kussentjes ernaast om het twee persoons te maken. En toen kwam Emma Sleep en die heeft mij gered. Want nu heb ik dus gewoon een matras die helemaal past. Echt super chill. Maar om dus het matrasje te beschermen, is een matrasbeschermer echt helemaal top. Ziet er echt heel erg goed uit. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. Nou, het is nu helemaal afgemaakt. Dit is toch helemaal heerlijk. Nou, deze matrasbeschermer die vangt dus 100% vocht op. Het is ook fijn als je last hebt van allergenen, want het vangt ook huisstofmijt op. En het is dus lekker kreukvrij. Dus ik ben er echt heel erg blij mee.
Wil jij nou iets van Emma Sleep of ook deze matrasbeschermer of iets anders? Ik heb nog een kortingscode. Het is dezelfde als vorige keer. Ik zal het ook even in de beschrijving linken. Kun je het allemaal terugvinden. Maar met de code FLOOR krijg je 10% korting bij Emma Sleep. Mega chill. Ik weet dat echt zoveel mensen nu gewoon een samenwerking hebben met Emma Sleep. Maar ik ben er oprecht heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg op vooruit gegaan. En het slaapt heerlijk. Dus nogmaals, heel erg bedankt Emma Sleep voor deze samenwerking. En check dus even de kortingscode. Ik zal het in de beschrijving linken. Ik ga nu het bed in de was gooien. En dan pakken we hem door. Want de kamer moet ook nog opgeruimd. Of nou ja, opgeruimd is nu op zich wel. Maar even schoongemaakt worden. En alle laadjes opruimen. Zit in de was en voor de rest is alles zeg maar opgeruimd. De laadjes daar binnenin ga ik straks doen. Het is nu tijd om even te kijken wat voor dingetjes ik nog heb qua decoratie, want dan wil ik dat eerst doen en dan als alles staat kan ik het lekker schoonmaken. Nou, zoals jullie wellicht wel weten ben ik echt gek op seizoenen, vooral herfst en winter, kerst, oh en herfst, ja helemaal leuk. Maar lente en zomer vind ik ook echt heel erg leuk. Dus ik heb hier een bak en dit is niet per se echt lente en zomer gericht. Maar dit zijn wel dingen wat ik gewoon het hele jaar door zeg maar kan gebruiken in mijn kamer. Dus ik ga er even doorheen kijken. Kijken wat ik wil gebruiken. Er zitten ook heel veel grote vazen in. Die heb ik niet per se nodig. Dus ja, ik ga gewoon even kijken. Ik heb heel veel droogbloemen. Die heb ik op dit moment al wel in mijn kamer. Ik heb ook wat roze pluimpjes. Dat vind ik eigenlijk misschien wel even schattig. Nou ja, deze vaas dus. Ik heb dus al een hele mooie vaas nu staan. En die laat ik ook gewoon staan. Deze heb ik ook even geen plek voor nog. Oh ja, dit is op zich wel mooi. Beetje rozig. Misschien dat ik die wel nog een plekje wil geven. Dus dit. Oh ja, dit zijn mijn huisjes. Die vind ik ook heel leuk. Maar dat vind ik toch leuker voor in de winter. Dus eigenlijk moet het gewoon bij de winterafdeling. Nou, deze wil ik sowieso een plekje geven. Deze ook, die vind ik ook echt heel erg leuk. Deze moet eigenlijk een plekje. Is een schelp, heel erg leuk. Ja, en ik heb dus nog schelpen. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Gewoon een hele tas vol schelpen om te gebruiken. Maar ik weet niet zo goed hoe of wat. Dus ik pak het eruit. Oké, even kijken hoe ik het allemaal wil doen. Want ik heb hier bijvoorbeeld nu een hoekje. Nou, dit vind ik sowieso echt niet mooi. Dus hier wil ik wel even wat anders mee doen. Ik heb hier mijn bloemetjes, plantjes. Misschien kan ik dat daar wel neerzetten. Ik moet even kijken hoe wat. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do. And it's the smile on your face. Alles heeft een plekje, dus het is tijd om nu echt schoon te maken.
Trouwens, dit boek wat ik hier heb, is zo'n prachtig boek. Dit moet ik echt even laten zien. Dit is toch zo'n mooi koffietafelboek. Echt heel leuk. Echt een Italiaans receptenboek. Met dan allemaal leuke plaatjes erin ook. Echt helemaal leuk. Nou, gewoon voor mijn kamer, voor oppervlaktes gebruik ik deze Fabulosa. De Cleaner, de Lemon Sherbet. Dit is zo'n lekkere geur. Die blijft ook zo lang goed hangen. Het is gewoon bij de Action ook te koop. Dus echt een aanrader. Okay, tijd om deze laadjes een beetje te organiseren, zo. De zon schijnt echt heerlijk veel naar binnen. Maar goed. Ik heb hier mijn alledaagse skincare. Dus dat haal ik er even uit. En dan ga ik dat even eerst even schoonmaken. Ik pak mijn prullenbak er even bij. Ik heb hier mijn Clinique oogmake-up remover. En dit is echt heel fijn voor waterproof make-up. Dus die wil ik behouden. Ik heb de Himalaya Charcoal. Die is ook nog... heel fijn van de Body Shop. En ik heb hier zonnebrand van Jungle UK. En dan mijn nachtcreme en mijn dagcreme. Ik moet zeggen dat ik deze nachtcreme nu voor de helft op heb van de Body Shop. Maar ik krijg hier best wel een beetje pukkels van. En nu gebruik ik dus de laatste tijd deze van La Roche. En die is echt heel fijn. Want ik heb best wel veel pukkeltjes en dan met littekentjes. En dan die gel B5. Dat schijnt dus echt helemaal de shit te zijn. En ik vind hem dus tot nu toe echt de shit. Dus eigenlijk wil ik deze even weg uit mijn stash. En dan deze dus voor in de plaats. Mijn Estée Lauder oogcreme. En dan voor de rest heb ik watjes. En dat heb ik dan hierin gedaan. Dus dat doe ik gewoon die grote herbruikbare wattenschijfjes onderin. En dan heb ik nog deze. Die doe ik er bovenin. Prima. En deze bakjes zijn trouwens van de Vibra. Ooit gehaald. Zo. Dat past dan perfect. Heel chill. Mijn micellaire doe ik dan hier. Mijn make-up reiniger hier zo. Nou, past perfect. Dit is het tweede laadje. Ik leg het even hier neer, want ja, die zon is echt vet fel. Ik heb hier al mijn maskers in. En dan hier een bakje ook weer van de Vibra met van die haardingen. Als je een masker in wil doen, dan doe ik heel vaak dit zo
om, zodat het niet in mijn haar komt. Dus dat wil ik wel hierin bewaren. En even hier doorheen. Ik heb zo'n jadenroller, die gebruik ik nog. Deze is echt heel erg fijn. Die gebruik ik nog. Ik heb er hier dus twee. Eigenlijk moet ik ze gewoon even deze goed opmaken. En dan heb ik die nog. Maar deze is ook echt heel fijn en budgetproof. Van Kruidvat. Deze ga ik wegdoen. Deze is niet zo heel fijn, vind ik. Dus die doe ik weg. Even kijken. Dan heb ik deze van The Body Shop. Nou, deze is zo goed als uitgedroogd. Dus die gaat weg. Even kijken. Deze. Het is ook niet meer zo lang houdbaar. 24 maanden. Deze heb ik echt al wel een tijdje open van Glam Glow. Die doe ik ook weg. Dit is echt ook mijn favoriete masker van Glam Glow. Zo fijn is die voor een hele droge huid. En dan heb ik nog deze. Deze is ook echt heel goed voor als je heel erg last hebt van onzuiverheden van Glam Glow. Dan heb ik deze van Origins. Die is 24 maanden bruikbaar. Ik heb hem denk ik al wel wat langer open. Dus deze ga ik gewoon wegdoen. Ik heb oogpatches van Eyelash. Die zijn heel chill. Ik heb nog neusstrips. Deze van Clinique, die is ook niet meer goed. Die dop is ook weg. 24 maanden. Deze ga ik ook helaas wegdoen. Nou, en dan heb ik hier gewoon nog wat losse maskertjes. Ik hou ervan. Oh, ik heb nog een voetmasker. Ook fijn. En van The Body Shop. En deze van Kerst. Hoe leuk. En een heel erg vies bakje. Perfect. Dit is het volgende bakje. En hier heb ik eigenlijk wat overige dingetjes in. Ik heb deze er net weer ingedaan. Even kijken. Oh ja, het Edelweiss oogconcentraat is wel heel fijn. Deze oogcreme van Glam Glow wil ik op zich wel houden. Wat is dit? Oh ja, dit is een dagcreme van The Body Shop. Die heb ik ook heel lang gebruikt. Die... Deze is nog nieuw, die gebruik ik. Hier heb ik nog maar twee mini handcremes. Handcreme ga ik heel snel doorheen. Om mijn wenkbrauwen te verven, hier heb ik van die zeepen. En dit gebruik ik altijd om mijn kwasten mee schoon te maken. Dus dat ga ik straks ook doen. En deze wil ik gewoon houden, omdat hier... Ja, dit is gewoon een hele leuke herinnering. Er staat Floor op van Clinique. Ik wil die gewoon houden, omdat ik dat leuk vind. Zo... In deze heb ik allemaal mijn make-up zitten. En dit heb ik echt laatst nog uitgezocht. Misschien dat ik even een keer een aparte make-up stash opruimvideo ga maken. Dan heb ik hier dus een la. En daar heb ik eigenlijk al mijn dingen al wel geordend. Ik heb hier wat notitieblokjes, schaar en aanstekertjes. Hier stiften, potloden en pennen. En dan hier al mijn... scrunchies. Dus eigenlijk is dit prima. Alles is echt heerlijk schoon. Het ruikt ook helemaal naar die Fabulosa. Dus ik ga nu lekker de vloer aanpakken. De kastjes zijn schoon. Dus nu de vloer even stofzuigen. En dan dweilen. Doe ik straks een bedje in de droger. En dan is het gewoon weer helemaal opgeruimd en clean. Oh, dat voelt zo lekker. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Dus laatst heb ik even een sopje gemaakt met vloerreiniger. Die doe ik even in mijn dwel van Action. En dan ga ik nog even dweilen. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Zo, en de kamer is echt volledig schoon en opgeruimd. Heerlijk.
Ik hoop dat jij de inspiratie hebt opgedaan van deze video. Ik ben echt helemaal gesloopt. Of nou ja, het valt wel mee. Maar het is buiten zo warm. Dus ik zweet me kapot. Maar ik ben helemaal blij met mijn schone kamer en opgeruimde kamer. Dus ik hoop dat jij dat ook lekker gaat doen. Lekker fris de zomer in straks. En ik hoop dat je een leuke video vond. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet de kortingscode Floor niet voor 10% korting bij Emma Sleep. Ik zal het ook nog even in de beschrijving neerzetten. Heerlijk. Zelfs mijn make-up kwasten zijn weer schoon. Fijn joh. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!